Maar goed, ik vind een pannenkoek wel lekker. Hou je bek gewoon, grap. Dagelijks HD. Ron Jans op een fiets. Bruh. Ik wil fietsen. Profiel, de fietsspecialist. Volgens mij zitten de mensen niet meer op hem te wachten. Oh, jij denkt dat zomaar te kunnen zeggen? Nou, bij deze een compilatietje nog even van Ron Jans die zegt. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ik ken nog een mooi verhaal. Dit is mijn team. Kut-team. Maar ik klik er een conditiekaartje op. Ik verander de opstelling naar 4-2-2-2. Beste opstelling en hou die man in de gaten. Team of the season, zie je. Onthoud die naam goed, hè. Omdat hij goed kan voetballen dan. Want dit echt, is echt een dooie lul. Ja. Het voelt wel lekker, ja. Dat is wel positief. Ja. Is natuurlijk balen. Ja, hij. Ja, hij. Dooi dan, dit kan gewoon niet. Alhoewel. KC wat minder. Oh, yes. Hey, Yuri, de kamps. Moet je maar op Damme gaan. Moet je maar op Damme gaan. Hadden jullie al gesproken, hè? Jullie hadden al gesproken. Kijk, hij filmt. Hij filmt gewoon, ouwe. Zo, dit was een next level goeie. Prank. Spring maar achterop bij mij. Oh ja, laten we doorgaan naar serieuze zaken. En nu de oorlog in Afghanistan. Jack, hou je er buiten alsjeblieft. Laten we maar gewoon overswitchen naar de eerste wedstrijd. En dames en heren, daar zijn we dan. De eerste voorzet van hem vliegt erin. Zijn tweede kans vliegt erin. Dan pas ik hem bij hem in de voeten. Dan schiet hij hem erin. Dan wordt het tijd voor een comeback in de tweede helft. Er is nog tijd zat. Van Persie wordt geblokt. Waarom is het geen vrije trap? Weet ik niet. Maar de bal gaat naar Ziyech. Ziet er wat ruimte. 3-1, let's go. Achterop mijn fiets. Hummer, hij fluit af voor buitenspel. En check ook het commentaar van onze grote vrienden erbij, hè. Hoor dan. Buitenspel, ik heb het toch gezegd. Is geen buitenspel, Yuri. Kijk nou, let goed op. Heb je nog nooit gehoord, dat commentaar? Nou, onze tijd is bijna op in deze wedstrijd. Maar laten we dan gewoon de eertreffer nog maken. Wijnaldum! Het wil ook gewoon niet lukken, hè. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steek je een stokje voor. Oh, Wijnaldum had boze plannetjes. Fucking boos. Boos. Godverdamme. Eens in de 10e aflevering moet dat gewoon terugkomen. Echt, dat is zo oldschool. Voor de mensen die later ingejoined zijn, de eerste 10 afleveringen, het enige wat erin voorkwam in deze serie was... En ik ben fucking boos. Fucking boos. Fucking boos. Toen bestond Ron Jans nog niet, moet je nagaan. Hoe saai. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Ja, en dan maakt hij de 4-0 uit dit mooie lopje. Maar die eretreffer zit er nog in, al mensen. Robin van Persie. Wat vind je er nou van dat hij naar Fenerbahçe is? Ik vind het lachwekkend. Ja, wat zou jij nou vinden als een speler gewoon bij je club zou komen alleen om een beetje geld te verdienen? Als een speler van mij dat zou doen, dan zou ik hem een schop geven. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Kun jij niet tegen kritiek of zo? Volgens mij zitten de mensen niet meer op hem te wachten. Gast, wat voor diepe woede zit er bij jou? Bij mij niet, maar bij hem blijkbaar wel. Wat dan? Want het enige wat hij doet is onrust zijn. Mijn bek gewoon grap. Dan gaan we samen weg. Het laatste wat je nog gaat zien in deze wedstrijd is dat zijn verdediger een zware hersenschudding krijgt. Oh zeg, mijn kopje doet een beetje pijn. Maar ik verlies de eerste wedstrijd. Matty is slecht in FIFA. Dit ben ik niet, jongeman. Nu ga ik echt mijn best doen om dit tot een succes te maken. En ik herinner me nog een oud trainer uit deze serie. Hey! Is de sleutel tot succes. Kun je al een klein tipje van de sluier geven? Hij heeft de looks, hij heeft het pak, hij heeft het zelfs aan. Oh, wie zou het zijn? Mooi, prachtig pak. Ja, mag ja, prachtig in. Pak, ja. Ja, het is Robert Maaskant weer. Niemand komt aan Maaskantje! Ja! Hopelijk ga je niet weer zo snel huilen, want het jankt echt om alles. Het slaat helemaal nergens op. Oh nee, ben je geen huilenbak? Wat ben je dan wel? Ja, Maaskant is lui. Nou. Doe je altijd zo'n rametje smoel? Nee, ik ben gewoon lekker schat. Wacht, dit interview gaat nergens over. Met Roma's naar de fiets. Nee, just kidding. De echte key tot succes en de all-time topscorer van de FIFA 15, FIFA Fridays team, gaat terugkomen. En het is geen joke. Klaas-Jan Huntelaar. Met die speler wisten we altijd te winnen. Niet altijd, maar wel vaak. En daarom switch ik over naar dit team. Ja, gewoon van Persie voor Huntelaar omgeruild. Dit is de tegenstander. En het echte werk gaat nu pas beginnen. De bal komt hier bij Ziyech. Die staat te chillen aan de rechterkant van het veld. En die denkt, laat ik mijn skills maar eens tonen. Met mijn linkerbeen. Ik zei, onthoud die naam goed, hè. Hij is slecht, vriend. Oh, yeah. Dan moet je maar op... Als ik één keer drink, dan ben jij je lekker ding. Maar gelukkig is hier onze grote vriend Memphis en die gunt je geen kans die je niet kan missen. En als ik twee keer drink ben jij een super lekker ding. Gelukkig hebben we altijd Memphis nog. Even serieus, misschien is het homo dat ik dit zeg,
Maar Memphis ziet er goed uit met die baard. Ik vind het echt episch. No homo. Maar even later scoort, ik bedoel, 2 seconden later scoort hij hier de goal met Bill. En Evert heeft het goed gemunt op de keeper, hoor. Wat een pannenkoek. En dan zegt Jury. Ja, dom, Evert. Maar goed, ik vind een pannenkoek wel lekker. Jury Mulder is dik. Oké, tijd om die wedstrijd op slot te gooien. Balletje eroverheen opnemen, maar aannemen. Echt een geniale goal. Oh ja, Neymar was er trouwens ingekomen voor Ziyech. Kut Ziyech. We winnen. Ja, nou heb je niks meer te zeggen, hè? Met je komen. Mattie, we hebben vandaag op school gezien dat kleuters het smeren in lied deden. Hoe doe je een lied? Hoe doe je een lied? Wat is eigenlijk het smeren in lied? Smeer. Oh, s***. Dringelingeling, ding, ding, daar is Ronnie weer. Nog een vraag, hè? Hoe heet dat liedje als je scoort met dat trompet gebeuren? Oh, dief, met van die trompet. Ja, dat is deze. Die heet trompetliedje. Zoek maar op. Bruh. Rip Ziyech. En we doen een aankoop die echt geen reet kost. Ziyech was evenveel waard als deze man. En deze inform is briljant. Wesley Sneijder. Wauw, deze man. Ja, als dit een tegenstander is, dan zie ik het ook wel makkelijk in, hoor. Ik bedoel... Smeer je in! Hey, wacht, weg met dat lied. Gewoon een stoel liedje voor echte mannen. Boom. Smeer je in! En onze nieuwe aankoop gaat gelijk zijn skills laten zien. Niet aannemen, Sneijder. Lop hem er gewoon overheen. Nieuwe aankoop. Kom op, Ronnie. Doe eens een wheelie met je fiets. Nee. Kom op. Nee. Kom op. Ik ga hem niet doen. Oh. Ja. Voor tijd voor muziekje. Sport 1 trouwens brengt u ook een prachtig programma. Oké, daar is Klaas-Jan Huntelaar, de koppende master. Hij kan alles, hij scoort aan 1 stuk door. Hij heeft nu al 50 goals in heel FIFA Fridays. Dat is veel, vind ik. 4-0. Ja, oh, hij pakt hem af. Gaat om de keeper heen en gaat scoren. Grapje, prank. De paai gaat hem maken. Boom, we winnen. Volgende potje. Oh, wat een tempo is dit. Daar houden jullie van, kijkertjes. En lekker veel tempo. Hallo, ik ben Evert ten Apel en ik word vandaag bijgestaan door Jury Mulder. Hey, Evert. Hoe is het, jongen? Hij zegt er gewoon niks terug. Maar goed, ik vind een pannenkoek wel lekker. Hou je bek gewoon, gaaf. Maar ik zei je, dit duo gaat onze eer redden. Assist en de goal voor deze twee beasts. Oké. Onmogelijke kopbal van Huntelaar, maar echt. Maar dan. Mijn streak leek er eindelijk in te zitten. Komt in de 80ste minuut. Dat vervelende tegentoe. Oké, geen gejank. Laten we gewoon die wedstrijd beslissen. Wesley Sneijder. Ik zei hij is goed. 1 man eruit kappen. 2 man er binnen. Stokken door te gewoon. Boom. Ik zou bij de NOS kunnen werken met mijn commentaar. Jongens, als jullie me zien. Ik doe maar niet. Koekoek. Hier even een inspiratievol shot. Van de redders in nood. In deze serie. Koekoek. Mensen. Steun alsjeblieft het Ron moet een Willy doen fonds. Voor maar 1 blauw duimpje doet hij het waarschijnlijk. Nee. Oké. Ik zie jullie volgende week weer. Ciao. Ron, wat doe je nou weer? Nou ja, dat was een klein dansje.